Yes, Baku, een straatcircuit. Ik zou zeggen, gooi hem op het scherm, amigo. Als je Melbourne niet helemaal een straatcircuit meedeed, is het eigenlijk de eerste keer dat we echt naar een volledig straatcircuit gaan. En niet zomaar eentje. Vorig jaar een geweldige Grand Prix gezien. Korte uitleg over het circuit. Het is weer 3 sectoren, zoals gebruikelijk. Dat zijn we gewend. 2 DRS-zones met een extreem lang rechtstuk. Zo. In het begin zitten er weliswaar van het rechtstuk een paar knikjes in, maar het is allemaal vol gas. Maar laten we even beginnen bij bocht 1. Ik denk dat we hier met ongeveer 340 km/u aankomen. Kanonnenhard. Remmen op ongeveer 100 meter. Vervolgens krijgen we de eerste 2 bochten. Zijn 2 90-graden bochten. Allemaal niet zo spannend. Bocht 1 in ronde 1 wordt wel spannend, maar daarna niet zo. Tweede DRS-zone. Bocht 3 kan worden ingehaald. Dat hebben we vorig jaar een paar keer zien gebeuren. En opnieuw weer 2 90-graden bochten. Allemaal redelijk standaard. Dan komen we bij sector 2. Dat vind ik zelf wel iets leuker. Wat meer kortere bochtjes achter elkaar. Een enigszins spannende chicane hier bij bocht 8, 9, 10. 11 en 12 eigenlijk, aan één stuk door. Yeah. Bocht 8 gaat al bepalen hoe jij bocht 12 gaat nemen. En dan krijgen we een al wat sneller stuk. En vervolgens gaan we de laatste sector in. En dat is gewoon 1 lang rechtstuk met wat volgaspuntjes.